Wij staan dus op de Dutch Design Week met een expositie getiteld Dream, Discover, Design. Je kan niet ontwerpen zonder dat je droomt en zonder dat je dingen ontdekt. En ontwerpen leiden weer tot nieuwe ontdekkingen en nieuwe dromen. Nou, Dutch Design Week is een van de grootste designcongressen wereldwijd, de grootste van Noord-Europa. Dit jaar zijn we echt voor het eerst met een eigen solo-expositie. Het is een mooie kans om ook te laten zien dat Delft Design gewoon bestaat in Nederland en aan een internationaal publiek. Daarom zijn we een enorm team met allemaal studenten. Het zijn 8 installaties, allemaal interactief. Ja, wat vond ik ervan? Op eerste gezicht, je loopt naar binnen en je krijgt een kaartje. Ze vragen wat je droom is. Zette me even aan het denken en je gaat gewoon met een goed gevoel daar naar binnen. Ik vond het leuk omdat de spellen vond het leuk. Ik heb heel erg genoten van de tentoonstelling. De combinatie van kleuren, het licht en het geluid betrok wel echt mijn aandacht. Ja, om ons werk hier op de Dutch Design Week te hebben, dat vinden we wel lijp. Echt lijp. Ja, het is ontzettend interessant om hier op de Dutch Design Week te staan. Zeker omdat er zoveel mensen hier langskomen en heel veel mensen dus met je installatie bezig gaan. En ook vertellen hoe ze zich daarover voelen en wat ze daarover denken. Ja, mijn droom voor de toekomst is natuurlijk dat we gewoon een mooie democratische samenleving. Een stukje minder verdeeldheid in de wereld, dat is eigenlijk mijn droom. Dat heeft te maken met de Personal Press. Het is een AI-krant en die kan je instellen op politieke voorkeur. En de tone of voice van het artikel wat je wil lezen. En het is een in-kunst-installatie en daarmee willen we mensen inspireren om hier gesprekken over te hebben. Onze droom voor de toekomst is dat producten die zijn gemaakt voor iedereen ook echt voor iedereen ontworpen zijn. Want we zien dat nu nogal vaak fout gaan. En in onze installatie kun je merken hoe het is om een keer ontwerp voor niemand te ervaren. Dat je ervaart pas hoe het is om echt buitengesloten te worden door het te ervaren. Je moet het echt een keer voelen. En dat kan dus hier, in onze expo. Voel je buitengesloten. Mijn droom is dat er geen overvloed aan onnodige apparaten meer is en dat ze zo lang mogelijk meegaan. En deze droom heeft ook te maken met het project dat ik heb gedaan, waar ik aan het kijken ben naar de repareerbaarheid van producten en ook de emotionele band die we met producten hebben. Gunnar de Bench, het project wat we hebben gemaakt, betrekt burgers meer door deze participatie dichter bij de burger te brengen. Last important question for you. Do you want people in power to listen to this conversation? Dus je kan het bankje vinden in een park op straat, stelt je vragen en deze informatie wordt doorgevoerd naar projectplanners of urban planners die dan die informatie kunnen gebruiken om de stad inclusiever te maken. Mijn droom voor de toekomst, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Een onderdeel daarvan is wel dat mensen zich zo goed mogelijk kunnen voelen in de huidige maatschappij. En een onderdeel daarvan zou zijn zoiets als wat wij hier gemaakt hebben. Dus een sportschool voor je mentale gezondheid. Ik vind het hartstikke leuk om industrieel ontwerpen te studeren, omdat wij zijn echte makers. Ik vind het heel leuk om bij IO te studeren, omdat er heel veel ruimte is voor je eigen ideeën. En we een fantastische werkplaats hebben waar je eigenlijk alles fysiek kan maken om die ideeën tot leven te kunnen brengen. I love doing my PhD at the IDE. It is a time and a space that I've carved out for myself to delve deep into this problem that I'm interested in, which is human-AI relationship. And having 4 years to really explore it with the freedom that you have offered in the facility and the talented minds that I'm surrounded with is just a privilege. Dus ja, industrieel ontwerpen is voor mij gewoon een hele bron van exploratie en inspiratie. Ik vond het wel heel leuk, ook omdat het interactief is. En ik vind dat wel fijn, want dan ga je zelf ook meer nadenken. Omdat studenten de verdieping zoeken en daar proberen een uiting aan te geven. Het is wel heel mooi om te zien. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben altijd heel snel geneigd om trots te zijn op de prachtige dingen die we doen in de faculteit. Dus dat in de eerste plaats. Maar ten tweede, en dat merkte ik ook heel erg bij de mensen die op bezoek kwamen op de tentoonstelling. Mensen worden vooral ontzettend vrolijk en optimistisch van wat we daar laten zien. En dat is uiteindelijk waar heel veel van onze mensen het voor doen.